Mooi, mooie discussie nu al. Ik denk, volgende onderwerp. We gaan eens even kijken naar het innovatief gehalte van Perry, zeker van RWS. Mag ik jou vragen de stip te pakken, Perry? En de klikker die ligt naast Guido. Dat hadden we logistiek nog niet ingeregeld. Maar het is live, hè? Dus dan krijg je dat, hè? Ja, ik zie jouw beeld. Jij bent live voor jouw beeld te vinden. Dus ik zeg, de stip is van jou en het moment is van jou, Perry. Ja. Nou, sowieso dankjewel Rob de eer om hier te mogen zijn. Bij mijn collega's. En ja, het is wat improviseerder op dit moment. Ik heb geen mooie seats, hè, maar ik heb wel plakketjes vandaag. Hè. Daar neem ik jullie gewoon mee. We zitten volop natuurlijk in de corona-situatie. Mijn vrouw was ook blij dat ik vandaag hier naartoe ging. Hè, want ja, ik ben natuurlijk ook gewoon thuis aan het werk. En, dus ze zei, nou, ik ben blij dat je een keer naar Halfweg toe gaat. En ja, ik hoop dat we elkaar een beetje kunnen inspireren met mijn verhaal. Ja, dat is wel een bijzondere situatie waar we in zitten. Maar voor de IV, voor de ICT-wereld, heeft dit ook wel een kans geboden. Als we zien wat er nu aan het veranderen is en wat we veranderd hebben de afgelopen maanden, dan heb ik dat in die 5 jaar daarvoor eigenlijk niet voor elkaar gekregen. Ik heb nu echt discussies op kantoor. Is het Webex? Is het Skype? Is het Teams? Is het Zoom? Nou, dat soort discussies had ik een half jaar geleden nooit. En als wij als Rijkswaterstaat, wij zijn opgeschaald van om nabij 2500 medewerkers die thuis konden werken. Ja, nu naar meer dan 10.000. En dat is toch wel, en niet alleen wij, hè, je ziet dat in heel de sector, die heeft dat voor elkaar gekregen. En dat zegt iets over de wendbaarheid van onze sector. Dat we dat toch heel snel kunnen oppakken en kunnen vertalen naar de behoeften van onze klant. En ik vind dat mag ook wel eens gezegd worden. We hebben ongeveer per week 50.000 Skype-sessies binnen RWS. En dan tel ik nog geen eens de Webex mee, want die gebruiken we af en toe ook. Maar dat is de kans die wij hebben gehad als IT-organisatie. En als je dan kijkt wat voor imago wij hadden. Wij hadden natuurlijk een imago dat was kostbaar, kwetsbaar, onveilig. We hebben het net even over gehad, over hoe er naar de IT gekeken werd. En nu, in een paar maanden tijd, zijn wij de oplossing voor heel veel problemen. En dat geeft natuurlijk ook wel heel veel druk naar onze sector, maar ook naar ons als CIO's. Daar kom ik nog wel later even op terug. Dus wij zijn wel van nagegaan. En dan moeten we natuurlijk vast blijven houden. Die ontwikkeling moeten we uitnutten, zou ik zeggen. Want we hebben jarenlang geroepen dat wij als CIO's, als sector, niet in de bestuurslaag zaten, niet een volwassen business waren in de organisatie, niet het primaire proces. Ik denk dat we dat nu wel hebben laten zien. Want ik heb hier ook opgeschreven, 30 jaar. Denk even na, hè. Wat hadden we 30 jaar geleden niet? Internet. Je moet je voorstellen, als we deze situatie 30 jaar geleden hadden gehad, hadden we niet thuis kunnen werken. We hadden heel veel processen stil gaan leggen. Als je dat even in 30 jaar. En hoe we dat nu doen. Eigenlijk de productie bij Rijkswaterstaat. Gaat bijna gewoon door zoals die voor de crisis was. En dat is wel knap. Onze productie. Maar ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar ook ons ziekteverzuim daalt. Het veilig samen kunnen werken. Het veilig elkaar kunnen zien. Het thuiswerken.
e-factureren krijgt ineens een boost. Ja? Daarvoor zetten we allemaal gewoon een handtekening. Nu wil iedereen e-factureren. Jaren over gepraat en nu krijgt dat een boost. Maar ook op afstand en persoonlijk kunnen communiceren. Als je naar onze ouwetjes kijkt, die in de bejaardentehuizen zitten, die kunnen ineens videoconferenties met hun kleinkinderen. Wie had dat gedacht? Dat ze dat. Ik heb zelf een schoonvader van 90. Ja, die pakt gewoon zijn pc en die gaat gewoon nu alles doen. Dat is niet de harde kant, maar dat is ook de zachte kant die wij ook een impuls geven, zodat we die mensen veilig kunnen laten communiceren. Want fysiek is dat niet meer mogelijk. Dus we hebben een virtuele wereld gemaakt die wel een stuk veiliger is dan die fysieke wereld. Wie had dat gedacht van de ICT-omgeving? Maar zoals Willem van Hanegem zei, elk voordeel heeft zijn nadeel. Als Rotterdammer moet ik dat zo zeggen. Is de veiligheid natuurlijk ook wel weer een punt geworden. Phishing. Wij hebben heel veel aandacht nu voor dat soort cyberincidenten. Dat mensen toch via phishing ergens intrappen. En daar moeten wij... Kijk, wij hebben dit als sector ontwikkeld. Deze technologieën. Maar we moeten deze bedreiging, vind ik ook, dat is ook onze verantwoordelijkheid, zien te pareren. Dus we moeten ook vanuit de technische kant dit soort bedreigingen oplossen. Dus dat nadeel, dat is wel weer actueler geworden. Dat is helemaal niet erg, want wij hebben uiteindelijk als sector ook het imago gekregen dat wij meer een enabler zijn geworden dan een onderaannemer. Wij verbinden nu echt omgevingen met elkaar. We hebben het net gehoord ook van Guido met de platformen. Dat soort enabling van informatie naar elkaar toe, dat is de nieuwe werkelijkheid aan het worden. En die vernieuwing, waarbij wij eerst een kil en zakelijk imago hadden, wordt nu ineens een cultuuraspect. We gaan ons nu ineens zorgen maken hoe mensen thuis werken, wat dat voor hun betekent, wat hun gemoedstoestand is. Maar ook hoe snel en wendbaar mensen zijn. Wij doen wel eens gesprekken met medewerkers. Er zijn weinig medewerkers die grote problemen hebben met het thuiswerken. Binnen de overheid zie je nu dat heel voorzichtig mogen we af en toe een vergadering gaan doen. Ik denk als we daar de nieuwe balans in zoeken, in de vernieuwing, dat we al die voordelen die we nu ook ervaren, bij al die nadelen, dat dat wel ons iets geeft naar de toekomst toe. Daar kunnen we mee verder. Dus je ziet dat die kille ICT-omgeving, die heeft nu wel gezorgd dat er een soort cultuurchange aan het plaatsvinden is, hoe wij met elkaar omgaan. En als we die balans een beetje kunnen zoeken tussen de fysieke en dat digitale, dan denk ik dat we ook al die voordelen die we nu ervaren wel een beetje kunnen vasthouden. Denk toch minder files, minder CO2-uitstoot. Je hoeft niet altijd fysiek langs bij je opa en je oma. Je kan af en toe ook eens een Skype-gesprek doen. Dat vinden deze mensen ook leuk. Dus wij zijn eigenlijk de vernieuwer van een kille organisatie. En ook een cultuurbepalende organisatie aan het worden. Dat faciliteren wij. En ik vind dat wij als CIO's daar een hele grote verantwoordelijkheid in hebben. Als ik nu de stap maak naar Rijkswaterstaat. Als je al die nieuwe ontwikkelingen ziet. Wij zijn natuurlijk niet nu op nul begonnen. Want we zijn natuurlijk al een hele tijd bezig. Wij openen sluizen met data. We begeleiden scheepvaartverkeer met data. Dat je op tijd aankomt bij een sluis en dat je plaatsje gereserveerd is. Dat we weggebruikers tijdig informeren.
We doen nu satellietinformatie gebruiken om te kijken hoe het aardoppervlak zich gedraagt. We kijken met satellietbeelden hoe de kwaliteit van het asfalt is. Terwijl er vroeger gingen mensen kijken of werden de filmopnames gemaakt. Dus daar zijn we al mee bezig. En deze afgelopen maanden helpen ons, denk ik, om dit soort dingen beter onder de aandacht te brengen en beter geaccepteerd te laten worden. Door mensen die misschien eerst wat sceptisch waren over de hele data- en IV-ontwikkeling. En uiteindelijk moet dit ons brengen tot een voorspelbaar onderhoud. Want al die sensoren, al die data-informatie kunnen ons natuurlijk uitermate goed helpen om ons werk te kunnen doen als Rijkswaterstaat. En waarom is dat nodig? Als wij naar de toekomst kijken, naar de arbeidsintensiviteit van ons werk, dan hebben we gewoon over 10 jaar die mensen niet meer. Kijk nu ook naar wat er in de zorg gebeurt. Of je het nou leuk vindt of niet, maar je ziet allemaal beelden van robots die die mensen bezighouden of robots die het eten komen brengen in een restaurant. Ja, dat was daarvoor helemaal niet nodig. Maar als we over 10 jaar gewoon de arbeid niet meer hebben om dit fysieke zware werk om te kunnen blijven doen, dan zou je toch een andere oplossing moeten vinden. Dus bij Rijkswaterstaat zeggen wij, IV is de game changer. En onze informatievoorziening is een must. Dat is geen vraag meer, dat is een must geworden. We moeten een hele grote opgave doen bij Rijkswaterstaat om een groot deel van ons areaal te vervangen. Veel bruggen, sluizen, tunnels zijn van na de oorlog. En als we dat niet slim doen, en als we dat niet data gestuurd doen, en niet weten wat we wel, wat we niet moeten vervangen, dan is dat veel te arbeidsintensief. Dan is elk werk wat we aan het doen zijn, wordt zo arbeidsintensief, dat we die grote opgave gewoon niet kunnen realiseren. En dat beseffen we. Dus dat zetten we ook in. Dan heb ik het geen eens over de mobility kant. Smart mobility. Data gedreven. Circulaire economie. Is ook zoiets. Hoe kan je een circulaire economie opbouwen als je niet weet wat je materialen zijn? Waar ze vandaan komen? Wat de samenstelling is? Allemaal data. Dus wij investeren enorm in die data aan de IV-kant als Rijkswaterstaat. IV een must. Maar ik heb al een beetje gezegd, hè? Al die digitalisering heeft ook een andere kant. Dus de veiligheid die centraal moet blijven staan. We hadden het er net al even over, hè? Waar blijft die data, wie beheert die, wat zijn de normeringen. Dat is ook voor ons. Dus een van de eerste dingen die wij wel hebben gedaan bij Rijkswaterstaat is een cybersecurity center opgericht. 7 keer 24 uur monitoring van heel ons netwerk. Om te kijken of onze omgeving veilig is. Want onze netwerken zijn cruciaal voor de veiligheid van Nederland. Denk aan de waterveiligheid. Verkeersveiligheid. Dus een belangrijk onderdeel van de tegenhanger van die digitalisering is dat je oog moet hebben, maar ook een deel van je budget moet besteden aan die veiligheid. En wij hebben dat ook gedaan door middel van het Cybersecurity Center. En waarom? Sinds kort hebben wij een IoT-platform. Kom ik bij mijn voorganger, Guido. En daar hebben we het landelijk meetnetwater opgezet. En het landelijk meetnetwater is een van de oudste databronnen van Rijkswaterstaat. De waterstanden, hoe hoog het water, et cetera, et cetera. Daar is Nederland op gebouwd. Alleen dat was wel heel oud, dat platform. En dat waren mechanische sensoren. En dan hebben we gezegd, nee, daar moeten we gelijk de stap maken naar IoT. En we hebben dat platform op ons eigen netwerk gebouwd. Maar ook dat die sensoren ook andere dingen kunnen doen
dan alleen die waterstanden meten. Dus die infrastructuur die ligt er. Ook om dingen te kunnen meten in een brug of een sluis. En dat kan temperatuur zijn, golfslag, druk, is die open of dicht, trilling, enzovoort, enzovoort. Wat allemaal belangrijk is om uiteindelijk een voorspelling te kunnen maken over de kwaliteit van het netwerk. Dus dat is ons IoT-platform. En ga ik dat in de toekomst allemaal zelf doen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar wij vonden het wel belangrijk dat wij de inrichting en het gedachtegoed achter dat platform wel eerst zelf wilden doen. Want daar zit heel veel watermanagementkennis achter om zo'n platform natuurlijk te kunnen bouwen. En dat is niet ons enige platform waar wij op aan het voorsorteren zijn. Denk ook bijvoorbeeld aan het centraal registreren van al je storingen en al je incidenten. We hadden dat niet altijd overal centraal georganiseerd. Maar het is wel belangrijk, als je analyses wil maken over je areaal en over je storinggevoeligheid en over je materialen die erin zitten, dat je dat wel centraal collecteert en centraal analyseert. En dat terug kan geven aan de beheerder van zo'n brug of zo'n sluis of zo'n tunnel. Weet je dat dit al een aantal keren gebeurd is? Weet je dat dat ook bij de buren gebeurt in hetzelfde apparaat wat ook in jouw tunnel zit? We doen dat ook voor leefomgeving. De nieuwe wet die eraan komt, die voor Nederland gaat gelden. De wet op de leefomgeving, vergunningenstelsel. Rijkswaterstaat bouwt daar de applicatie voor om dat te kunnen doen. Dat is één groot platform van het ontvangen en het leveren dadelijk van de vergunningen. Getoetst op wettelijke regels. Dus die platformen zijn van ons superbelangrijk. En ik vind dat wij als CIO's in dit soort ontwikkelingen de lead moeten nemen. Zeker wat ik net vertelde, de afgelopen periode, wat wij hun geboden hebben aan voorzieningen. Dus de CIO heeft daar een hele belangrijke taak en rol in, vind ik. Ik plak hem gewoon onder mezelf, want ik voel mezelf ook aangesproken. Dus. En de grootste uitdaging die wij denk ik hebben, dat is, hoe verhoudt die business zich tot de IT-ontwikkeling? Hoe ga je die productie ondersteunen vanuit die ontwikkelingen vanuit de IT-ontwikkeling? Want die acceptatie is er nog niet altijd. Ja, ook het nieuwe normaal wordt weer normaal. En dan krijgen we ook weer de kritische vraag, hè, want de nood is weg, dus we zullen handig moeten opereren. Hoe gaat die business versus IT dat doen? Nou, wij hebben daar proberen we een oplossing voor te verzinnen. Wij gaan starten met de DigiCampus. En de DigiCampus, dat is niet zoals vroeger de IT op de 10e verdieping ging zitten en daar iets nieuw, iets innoverends ging bedenken. We gaan echt proberen om samen met de business, maar ook met de onderwijsinstellingen, met start-ups, te komen tot die innovatie. Want innovatie komt niet vanuit de IT. Je moet ook een vraag hebben, je moet ook een ontvanger hebben die het begrijpt. Dus dat moet je samen gaan doen. Denk op een agile scrum-achtige manier, maar wel met een samengesteld team wat daar speciaal voor is. Dus zo proberen wij die innovatie een gezicht te geven. Maar ook om die vertaling naar die businesskant makkelijker te maken. En ik heb een vraag. Ik geef mijn collega CIO's de uitdaging mee. Van hoe ga jij dat nou doen als CIO? In die hectiek van elke dag. Om toch dit soort stappen te kunnen maken binnen je organisatie. Hoe ga ik die operatie daarop aansluiten? Hoe neem ik die mee? En misschien moet je de medewerkers ook wel meenemen.
Want uiteindelijk die moet het gaan gebruiken. Hè? Als ik een hele mooie bedienapplicatie voor een sluis of een brug ontwikkel, die brugwachter moet dat gebruiken. Dus die is cruciaal in wat wij doen. Dus CAO's, alle ogen zijn op ons gericht. De CAO is het kompas van de organisatie, zeg ik wel eens. Dus een mooie uitdaging. En dat vraagt ook iets van jullie. Want dit moeten we allemaal wel een beetje hebben. Anders gaan we het niet. Dank jullie. Ik zeg no guts, no glory. Ja, ik zeg, je hebt je kandidatuur eigenlijk alweer herbevestigd, Perry, op dit moment. Dankjewel. Heel snel een reactie. Michael? Ja, ik denk een ongelooflijk mooi verhaal waar je trots op kan zijn als Nederlander. En om naast te zitten, Perry. En mijn snelle reactie is dat IT verbindt, letterlijk en figuurlijk. En ik denk dat we die digitale spier ontzettend aan het ontwikkelen zijn. Meer dan ooit tevoren. Mm-hmm. Tussen de business en IT. Dus ik ben het helemaal eens met het CIO als het kompas binnen de organisatie. Ja. Ja. Als ik even terugkijk, Guido, naar het verhaal van Perry. Je plot dat even terug op jouw inleiding. Ja. Ja, ik denk een paar dingen die heel erg terugkomen. Hè. Dus echt het voorbouwen op die platformen die er zijn. Maar wel de keuze maken daar waar je zelf moet ontwikkelen. Er is niet nog een Rijkswaterstaat in Nederland. Hè. Dus je zult bepaalde dingen toch echt zelf moeten bedenken. En wat ik heel mooi vond aan het verhaal van Perry. Ik heb veel CIO's gezien, meegemaakt. En ik denk dat er best nog een beetje Calimero effect af en toe in zit. En dat er best wel wat meer naar voren mag worden gestapt. En echt vormgeven aan die vernieuwing. Dus ik vind het mooi dat Perry daar zijn collega's toe uitdaagt.